Doe maar, Dank sorry. U voor het kleine zeggen. Tuurlijk. Het is helemaal ongebruikelijk. Bert, ik wil u heel hartelijk danken voor deze woorden. Ik zou willen zeggen, ik zou iedereen willen danken voor een fantastische samenwerking. Als ik hier in 95 binnenkwam, toen zei mijn grootmoeder, ja Sabine, goed dat je daar gaat zitten. Je gaat nu de zetel van je grootvader innemen en vanuit de hemel gaat hij u helpen. Mijn grootvader was Karel van Goulaert en heeft jaren in de Senaat gezeten. Maar heel vlug, ik heb veel geleerd van mijn grootvader, natuurlijk. En we allemaal van onze ouders. Maar ik heb hier een fantastische politieke periode doorgemaakt, al die jaren. En ik durf zeggen, en ik wens dat iedereen toe, ook alle jonge mensen, jonge collega's, maar ik ben geen enkele dag hier komen werken met het idee dat ik kwam werken. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik heb moeten werken. Dat is buitengewoon, als je dat kan zeggen. Zo interessant, zo boeiend. En ja, zo'n goed contact ook met de collega's, akkoord, niet akkoord, soms met een beetje emotie, soms ook een beetje kwaad. Maar ik denk toch ook met respect voor jullie allen. En ik wil jullie danken voor die fantastische kans die ik gekregen heb. Ik wil u danken, voorzitter, voor de opvolging die u nu geeft door leiding te geven aan deze assemblée. En dank u allemaal voor het mandaat dat ik wellicht ga mogen opnemen. We hebben samengewerkt aan de rechten van doodgeboren kinderen, aan zoveel thema's. We hebben vanuit deze Senaat het artikel geschreven over de rechten van het kind, over onlangs nog de rechten van gehandicapten, andere grondwetsartikelen, ik spreek niet over de staatshervorming enzovoort. Maar ik ga weg met een beetje pijn in het hart, maar met een grote dankbaarheid dat ik ook een nieuwe uitdaging mag aannemen. Dank u wel. Ja.